De half open speler met het Scandinavisch. Het Scandinavisch. Scandinavië, Moorgebied, Noorwegen, Zweden, Finland. En let vooral op rechts IJsland. Ik ben er nooit geweest, maar ik zou het wel graag willen. We gaan naar schaken. Scandinavisch is dit. E4, koningspionopening. En meestal ontwoord zwart met E5. Maar Scandinavisch is D5. E5, dat betekent de openspeler. Het Italiaans, de Ruy Lopez, het Spaans en de rest. Ik zit nu hier. Scandinavisch, hoofdstuk 18. Een andere zet dus dan E5. Waarom E5? Ja, natuurlijk aanval op de pion. Meestal slaat de wit terug. En dat betekent wel dat wit hier een tempo verliest door de pion te slaan. Dame kan slaan. En dat tempo waar ik dit over had, wint wit hier terug door met het paard te ontwikkelen naar C3. Valt daarbij de dame aan. Dame moet iets. Dit zie je veel. Dame naar A5. Het gaat over de openingstheorie. Zet een pion in het centrum. Dat doet wit hier. Ontwikkel je stukken. Dat doet een zwart hier. En wit doet ook. Paren naar de F-lijn. C6 een beetje om deze dame een weg terug te geven. Want wit doet namelijk loper ontwikkelen naar D2. Dat betekent dat wit hier indirect een sterker stuk aanvalt. Als dit paard een aanvalsdoel zou hebben, bijvoorbeeld hier ergens, met een toren of met een koning, dan zou dat succesvol zijn met een aftrekaanval. Een aftrekaanval. Maar hier heeft zwart daar niet zo'n last van. We gaan terug. Ja, dame A5. De dame kan natuurlijk ook gewoon terug. Dat betekent dat wit hier een stuk heeft ontwikkeld. Maar zwart heeft hier wel met de dame een scope, een uitkijkpost. Dus voordeel tegen nadeel. Meestal met schaken. Dan E5. Dat is schaak. Loper plaats tussen. Beetje gevaarlijk voor de dame. Andere mogelijkheid. Iets beter. Dame E6. Opnieuw plaats de witte loper tussen. En de dame valt hier het zwakke veld voor wit aan G2. Omdat de loper daar is verdwenen. Andere mogelijkheid. D6. Ja, op zich is dit goed. Want wat zien we hier? Het gaat over scope. De dame heeft heel veel mogelijkheden. En omdat de E-pion verdwenen is, heeft dat niet zo last van die pion. De loper van de zwarte velden is eigenlijk het meest gevaarlijke stuk. Goed, we gaan naar een andere mogelijkheid om te verdedigen. Dat is paard. Hier ontwikkelt zwart een paard. In plaats van de dame te vroeg in het spel brengen. Het gaat over openingsregels. Hier verdedigt wit de pion op D5. Zwart doet E6. Wit slaat. En de loper slaat terug. En hier zien we dan dat wit wel een pion heeft geworden. Maar zwart staat in het voordeel qua ontwikkeling. En we moeten niet alleen maar naar pionnen kijken. Ander voorbeeld dan is dit. Ja, hetzelfde. Zwart ontwikkelt stukken. Heeft wel een pionachterstand, maar ja, wat is het meest belangrijke? Even terug. Ben ik iets vergeten? Ja, we gaan naar de kijk vanuit wit. Wit doet E4 en zwart doet D5. Ja, natuurlijk hoeft wit niet te slaan. Wit kan doorschuiven. Dat betekent een variant in het Frans met de doorschuifvariant.
als zwart dit doet. Schoon Frans met de doorschuifvariant. Terug. D4. Ja, dat lijkt wel hetzelfde. Als zwart dit doet, Frans of dit, Karo kan. Of eerst dit. Nou, dus dit hebben we gespeeld. Als wit slaat. Dit zijn de zogenaamde transposities van het ene systeem naar het andere systeem. Ik laat het hierbij, want dit gaat over de half open spelen. Nog pirk en modern, want de half open spelen gaat eigenlijk voor 80% over dit. Het Siciliaans.